Hoi, fijn om je te ontmoeten. Ik ben Bert, neem ik aan. Ja, jij bent Jan van Rompuy. Meneer van Rompuy, mag ik Jan zeggen? Je moet Jan zeggen. Oké. Ik hoop dat ik het komende uur uw brein even mag volledig inkijken. Ja, voor zover het nog aanwezig is. Mijn brein, ja. Jan, hoe was het tv maken vroeger in jouw tijd eigenlijk? Ik ben in 1967 begonnen op televisie, dat was Echo. Ik moet het eigenlijk omschrijven als een soort voorloper van Man bij het Hond, want dat kennen mensen beter en iedereen beroemd. Maar het was wel een programma waar mensen nog voor thuis bleven. Dat bestond toen nog. Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb, dan begin ik er beslist eens aan. Was het dan uitlachtv of? Wel, het was een verwijt bij momenten. En dat was ook wel een paar keer gerechtvaardigd, vind ik. Maar eigenlijk op zichzelf was het niet bedoeld als uitlachtelevisie. Het was een reportageprogramma. We maakten ook wel echt wel sociaal bewogen reportages. Het ging niet altijd om lachwekkende interviews. Er zat heel veel ernstigs in Echo. Alleen hebben de meeste mensen de lachwekkende dingen het best onthouden en de andere dingen vergeten. Wij hebben hier ook een filmpje bij van jou uit de jaren 60. Misschien dat we er ook eens tezamen naar moeten kijken. Kijk, dat is wat wij vroeger niet konden. Dat wat jij nu doet, dit aan mij geven en ik kijk naar dat filmpje. Okay. Wij willen u vanavond aan de hand van enkele levensechte voorbeelden ingeknippen van het vak leren om vragen van journalisten probleemloos te trotseren. Dit is de eerste les van deze snelcursus voor aankomende ministers. U moet voorbijstappende journalisten liefst vriendelijk groeten. Dat kan menige scherpe vraag voorkomen. Stelt een journalist per ongeluk een concrete vraag, dan zegt u eenvoudig: wel, daar kan ik niet precies op antwoorden. Het fragment dat we tezamen hebben bekeken op de... De tablet? Heet dat nu? Ja. Je bent moderner dan mezelf. Waarvoor heel veel respect. Nu, dat fragment, vertel eens juist wat... Ik herinner mij een hele reeks. Dat was hoe moeten allochtonen zich gedragen en dat soort dingen. Dat was eigenlijk vrij satirisch bedoeld. En dat kon vroeger satire? Of? Je merkt toch wel, we spreken hier toch wel over vele jaren geleden, dat je toen inderdaad kon. Terwijl dat niet zo vanzelfsprekend was op de televisie. Televisie was nogal gezagsgetrouw. Dus het was eigenlijk niet, in die tijd niet evident om zoiets te tonen of te maken. Maar we deden het toch maar. Waren er dingen waarvan je zegt, die konden vroeger wel en nu niet meer? Ik ben de hele tijd op weg geweest om dingen te proberen die nog niet konden. In de tijd een uitzending maken in Jan Publiek over pedofilie, dat was toen eigenlijk ongewoon. En een uitzending maken over seks voor gehandicapten, dat hadden ze nog nooit gezien bij ons. Maar dat deden we dan en telkens schoven we een beetje verder op. Een verlamde man bedrijft de liefde met een Duitse prostituee. Ik heb geen gevoel, hè, onder eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Dus eigenlijk mijn gevoel zit hier in die nakken. Mm-hmm. Dus dat is, wie heet dat? Dat is knutschen of zo? Wat, wie heet dat? Liebkozen dan. Ja, dat is ganz gern, ja. Mm-hmm. Ik denk dat ik heel vaak in veel programma's echt taboe doorbrekend ben geweest. Ik ben daar ook trots op. Dus je hebt de grenzen verlegd? Ik denk dat ik grenzen verlegd heb, dat er onderwerpen zijn geweest die wij in de uitzending brachten, die nadien bespreekbaar zijn geworden, terwijl dat toen niet zo evident was. Jouw bedoeling om stout te zijn om te beginnen? Of? Mijn bedoeling was om dat grote publiek te boeien en ook met stoute dingen. Dus ik vond dat er iets moest gebeuren in programma's. Dat mensen moesten worden geraakt op een of andere manier, beroerd of boos gemaakt of lachen. Maar dat het programma tenminste iets veroorzaakte. En hoe reageerden de kijkers dan op jouw programma's? Er kwam veel reactie, vooral als je mensen ontroerde op een of andere manier. Ik noemde dat meer beroeren. Als je mensen beroerde, die opgeschrikt werden door een onderwerp of een woord of iets wat ze zagen, dan kwamen er wel reacties. Mensen schreven toen eigenlijk, denk ik, nu heb je Twitter en Facebook en zo, en reageren mensen op die manier weer. Maar in die tijd schreven ze gewoon naar de televisie. Jan, denkt u dat televisie maken de dag van vandaag moeilijker is dan vroeger? Maar ik denk niet dat op zichzelf televisie moeilijker is. Ik denk dat het alleen moeilijker wordt om nog origineel te zijn. Ik had het grote voordeel dat in die tijd de televisie nog niet zo lang bestond, in de jaren 60, en dat wij veel dingen konden proberen die nog niemand gedaan had. Maar vroeger was het in die zin een stuk moeilijker, dat we het ook technisch niet zo gemakkelijk hadden. Een interview
Met de videocamera, dat kun je eindeloos bijna laten doorlopen. Dat duurt heel lang voor die cassette op is. Maar vroeger hadden we, denk ik, met film ongeveer 8 minuten per cassette. Dan moest de camera stoppen, nieuwe filmrol erop. En dat gebeurde vaak midden in een interview, op het moment waarop je denkt, nu zegt die man of die vrouw toch iets wat fantastisch is. En dan hoor je de cameraman roepen, stop! En dan moest je wachten totdat die nieuwe filmrol erop stond. En dat duurde ook altijd dan heel lang. Is het dan nog mogelijk om vandaag de dag vernieuwend te zijn op televisie? Ik denk dat het verleggen van de grenzen, om de grenzen te verleggen, ook niet goed is. Maar de tip zou kunnen zijn, doe de dingen die je wil doen. En hou niet te veel rekening met wat er nadien aan kritiek of gaat komen van andere mensen. Of van de pers of van wat dan ook. Doe het maar en zie dan wel.